De speler krijgt 60 minuten de tijd om deze kaartjes te vinden. Als hij er eentje vindt, dan plakt hij er een sticker op en dan heeft hij 1 punt. In totaal zijn er 25 kaartjes te vinden. Om de 5 minuten wordt je live locatie naar mij toegestuurd. Ik heb de taak om de kandidaat op de foto te zetten. Als dat mij lukt, dan gaan er 5 strafpunten af van het totaal aantal punten. Maar dat doen we pas helemaal aan het einde. In het speelgebied zijn ook 4 social media live kleurenkaartjes te vinden. Als je deze vindt, dan heb je een voordeel. 1 nadeel, ze hebben allemaal een bepaalde waarde. En pas als je zoveel aantal punten hebt, kan je dus die kaartjes vrij spelen. Je weet alleen niet wat voor waarde de kleuren hebben. Daarvoor moet je echt naar de betrekkende locatie toe gaan. De social media live kleurenkaartjes staan wel op de plattegrond aangegeven, maar er staat dus niet aangegeven wat de waarde daarvan is. 1 manier om erachter te komen, dat is om naar die kaartjes toe te gaan. Oh ja, één ding. Er zijn 2 offline zones. Als je daarin komt, dan moet je 2 minuten verplicht blijven staan. Je kan het ook afkopen, dat kost je wel 2 punten. Die worden aan het einde eraf gehaald. Mocht het nou zo zijn dat kandidaten met hetzelfde aantal punten komen, dus een gelijkstand, dan kijken we naar de tijd. Wie als laatste allereerste keer op de foto is gezet, die wint dan. Kandidaten kunnen niet in de min komen. Nee, ik dacht even als ik hem nou weer zie, joh. Nou, dan loopt hij weer. Daar loopt hij weer. Hij loopt weer achter. Hé, kijk dan. Daar was hij. Hij stopt. Inderdaad, Jeff, die is er. Geen geest. Het was inderdaad Lucas. Die is er. Lucas is daar. Jeet, het is echt. Hij loopt dus constant in mijn gebied. Terwijl Lucas weer verder aan het lopen is, mist hij volledig hier een lijkje. En ja, dat zijn natuurlijk best wel dure punten die je hier mist. Lucas? Misschien heeft hij me wel gezien, misschien heeft hij me niet gezien. Daar twijfel ik over. Ik zag Melvin, de cameraman, wel een beetje rennen. Maar veel kandidaten rennen. Op een of andere manier is dat hun tactiek, denk ik. Ja, dat inderdaad Jeffy wel gelijk in. Soms rennen ze voor niks. Maar in dit gebied was hij wel aan het rennen voor jou. En hij moet nu ook heel hard rennen. En oh nee, dit is niet slim, Lucas. Je loopt in een doodlopend weg met Jeffy in het aanzicht. Nou, geloof me, Lucas, ik denk net zo lang totdat je wegrent. Kom, probeer het. Ja, bingo. Oké, heb je op de foto. Wij gaan naar het startpunt. Dit gaat wel van je tijd af, helaas. Maar zo is het spel. Sad life. Leuk, hè? Ja, heel erg leuk. Oké, nou, meteen naar de volgende. Ik denk eigenlijk dat er hier bij de foto is. Lucas natuurlijk weer helemaal weer terug naar start moest. En natuurlijk ook van zijn tijd natuurlijk af is gegaan. En natuurlijk 5 strafpunten, maar die natuurlijk aan het einde van deze aflevering wordt afgetrokken. Is je weer op zoek naar nieuwe likes. Ik ben echt bang dat ik er alweer voorbij loop, hè? Ja, hier ligt inderdaad niks, maar wel zit je in een offline zone. Hij koos ervoor om 2 minuten te blijven wachten. Ik heb weer 2 minuten gewacht. Dat betekent dat ik weer mag lopen. Daar gaan we dus weer. We beginnen weer aan het bij wijze spreken van vooraf aan. Lucas heeft natuurlijk wel wat punten bij elkaar verzameld. Wat doet hij daar? Ik weet niet of ik het kan zien. Ik ga net alsof dat ik verdomme ben of hij daar achter de bosjes zit. Hij zit achter de bosjes.
En ja, Jeffrey, Lucas zit nog steeds achter de bosjes. Hé, hey, wacht, daar kom ik even voor. Ik weet niet wat hij daar van plan is om te doen. Maar dat is niet slim om achter bosjes te gaan zitten. Nee, dat klopt, maar ja, ik kon niet anders. Nou, ik geef hem een voordeel van de twijfel. Ik had mijn camera nog niet ingezet. Hij schuift nu weer een dingetje. Nou, ik had mijn camera nog niet klaarstaan. Qua fotocamera, dat ga ik nu maar wel doen, want hij staat steeds meer. Hij is maar aan het uitlokken, heb ik het idee. Ik denk dat we gewoon beter daar wel achter hadden kunnen blijven zitten. Dan had hij ons niet gevonden. Jeffrey dacht dat Lucas hem aan het uitlokken was, maar dat was het natuurlijk niet. Poes, 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 poes. Dat helpt. Als we verstoppertje aan het doen zijn, dan kan ik ook hoor. Oh, locatietijd. De afstand zit best wel dicht bij elkaar. Terwijl Lucas weer verder is met punten aan het zoeken. En weer niet... Oh, is hij dan weer niet aan het opletten? Zijn we er alweer voorbij eentje gelopen? Ja. Even dat het er twee waren. Maar één is beter. Ik heb zijn locatie doorgekregen. Hij is ook in het midden van het speelgebied. Dus hij loopt hier ook. Hij loopt hier ook. Ja, ik zie hem al. Ik zie hem. Ik vind dat heel tactisch. Dat je gewoon zoveel mogelijk in het open gebied blijft. Aan mijn kant dan, hè. Even voorzien van mijn kant. Het is gewoon heel handig om in het open gebied te blijven. Want hoe dan ook, je komt een keer uit die zijstraat. Alleen ja, het is er zoveel zijstraatjes. Dat je natuurlijk niet wie precies weet wanneer, maar... En waar? Dan kunnen we weer die kant op gaan, maar ik denk dat hij nou juist daar is. Oké, dus we gaan die kant op. Even langs stuk rechtdoor lopen. Elk zijstraatje kijk ik even in. En dan wacht ik op die manier gewoon totdat ik weer een nieuwe locatie doorkrijg. Terwijl Lucas weer op zoek is naar de volgende lijst die nu al best zo goed bezig is. Op het moment dat ik het zeg, dan zie ik hem, hè. Dit is nou Social Media Live. Ik kijk eventjes een straatje in en ik zie hem. Ik denk dat hij in het midden blijft, alleen dat weet ik niet zeker. Zou zijn kopje uitsteken dan? Oké, hij loopt door. Ik had gehoopt dat hij zijn straat niet zou pakken. Alleen een paardje in was gelopen. Ik zag hem echt gewoon, ik zag hem. Ik loop dus weer in het middengebied en hij ook in die zijstraatjes. Maar elke keer aan het einde van die zijstraatjes, dus er zit echt nog wel een paar tientallen meters tussen. En gelukkig heeft Lucas Jeffrey op tijd gezien, maar is de volgende locatie weer bekend voor Jeffrey. Voordat we gaan overschakelen naar Jeffrey, heeft Lucas zijn zesde punt in het zicht. Ben ik een beetje op een onbekend plekje gekomen. Op het moment dat ik hem voor het eerst op de foto was, was ook hier. Maar toen liep hij niet voorbij. Ik ben nu op de plek waar zijn laatste locatie was. Dit is zijn laatste locatie geweest. Nou, ik kan mijn camera uitzetten. Ik ga foto. Blijkbaar is hij hier niet. Nee, is hij niet. Terwijl Lucas in één keer een motor heeft gevonden, heeft hij zijn zevende punt al binnen. Maar is de volgende locatie voor Jeffrey alweer binnen en is de afstand best wel ver van elkaar. Hij is op de arena, zoals het dan mooi heet. En daar moet goed blijven kijken, want daar ben ik net ook in de valreep gegaan. Terwijl Jeffrey is aan het nadenken voor zijn volgende tactiek, heeft Lucas zijn achterpunt al binnen. Oké, ik moest zelf heel even kijken hoe ik moest lopen. Maar ik weet het. Ja, ik ga nu naar de locatie toe waar hij net was, maar dat heeft heel weinig zin. Dat is natuurlijk al weg. Er is wel een social media live
kaartje, de offline zone. Dus mogelijk dat hij daar zoiets had van, weet je wat, ik ga daar naartoe. Kijken hoeveel punten dat waard is. En misschien heeft hij wel genoeg punten om dat vrij te stellen. Inderdaad, want Lucas heeft nu al 8 punten, waardoor de groene zone en de rode zone beide voor hem open zijn. Het was de laatste locatie dat. Maar ja, dat is natuurlijk al weg, dat snap ik ook wel. Maar goed, ik had mezelf net voorgenomen om niet zozeer te veel naar het zijkant van het speelgebied te gaan. Dat doe ik nu wel. Dus althans, dan loop ik richting de zijkant loop ik op. Dat weet ik niet. Dus ik besluit om toch even daar naartoe te gaan en dan om te keren. We zijn nou zo. En dan komen we zo meteen aan. Ik denk dat ik weer naar het noorden ga. Heeft hij wel een social media live kaartje gezien? Ja, dat heeft hij zeker. Maar hij heeft mij ook gezien. Waarom loop ik ook gewoon zo te makkelijk door? Hè? Hallo? Gehackt! Op de foto gezet. Yes! Sorry, ik ben te enthousiast. Dus je bent voor de tweede maal gehackt. We beginnen weer. Zoals vooraf aan, nu krijg ik 5 strafpunten. En ik wacht weer 2 minuten. Ja, en dit is natuurlijk heel erg zuur voor Lucas. Want hij is zelfs 2 keer nu op de foto geweest. Waardoor dus aan het einde van deze aflevering 10 punten worden afgetrokken. Hij heeft er nu nog 9, dus hij moet nu zo snel mogelijk zijn. En heel veel punten bij elkaar zien te krijgen. Nou, dit gaat zo weer best lekker. Volgens mij zijn er nou ook alweer 2 minuten voorbij. Bijna, 1 minuut. Ondertussen mag ik weer lopen. Dat gaan we ook doen. Aan de linkerkant, voor jullie rechts, daar is een mogelijkheid om weer een social media live kaartje te vinden. In de kleur rood. Ik weet dat die open is bij 3 punten. Nou is het natuurlijk wel zo dat ze strafpunten pas aan het einde worden afgehaald. We gaan terug, want ik weet dat er daar nog eentje ligt. Dan heb je in ieder geval 1 punt. En misschien vind ik nog wel een 2 derde. Als Lucas punt aan het verzamelen is, krijgt Jeffrey de volgende locatie. Ja, zie je hier. Hij is richting buitengebied, zag ik voorbij komen. Jullie hebben het gezien. Ik kan al heel erg gebeten zijn en dan gewoon weer achteraan zitten rollen. Maar ik blijf gewoon een beetje in het midden van het speelgebied. Terwijl Lucas nog probeert om een punt te krijgen. Ja, nou ja. Ik zie hem zo gauw niet tegenkomen. De speeltijd is bijna om. Ik ben benieuwd of hij veel van dit soort kaartjes heeft gevonden. Nou, om precies te zijn 12 punten, dus het wordt heel spannend voor de tussenstand. Ach, daar zit hij weer hoor. Ja, nou weet ik het. Ah, zijn speeltijd is bijna om, dus ik ga er niet meer achteraan. En dat klopt, het is helaas bijna voorbij. De laatste 2 seconden. En het is voorbij. Oh. Dat betekent dat dit nu de tussenstand is. Finn staat nog steeds op nummer 1 met 3 punten en ik op de foto geweest. En Lucas heeft 2 punten en omdat hij 2 keer op de foto is geweest, waardoor er dus 10 punten vanaf is gegaan. Waardoor hij dus 12 punten in totaal had, maar 10 punten eraf. En dan hou je 2 punten over. Dus dit is de tussenstand. En dit ziet u volgende week in Social Media Live. Loopt dat? Ja. Oh, handig hè?